Ja, ik was vorige week in Goik en het verraste mij hoe aantrekkelijk er eigenlijk, hoe het er daar uitzag. Ik heb het lint afgelopen, afgereden. Ik ben door de achterstraat teruggegaan. En wat mij beviel was het boeiende beeld wat zo'n straat oplevert. De huizen zijn allemaal verschillend. Wat minder beviel was dat je eigenlijk niet iets merkt van het landschap waar je in woont. Als je tenminste op die weg rijdt. Dus het sluit je af van het achtergebied. Sommige huizen waren erg teruggetrokken, vond ik. Je ziet een inrit, je ziet twee grote garagedeuren. Een kleine spleetraam. Daarachter speelt het zich allemaal af, maar zo'n huis, vooral die moderne huizen aan het lint, die dragen niet echt iets bij, vind ik. Die nemen te veel afstand van de weg, maar ook van het dorp, van de dorpscultuur. Heel leuk, er was daar een actie gaande. Mensen konden plakaten op het raam plakken. Goik Goeiendagstraat stond erop. En blijkbaar gaat het dan over dat mensen elkaar niet meer groeten. Of dat formele stadse gewoonten gaan optreden in zo'n dorp. En men wil dat niet. Dus als je dat niet wil, kon je dat biljet voor je raam plakken. Het geeft aan wat er speelt, denk ik. Dat er iets speelt, dat er iets niet in orde is. En misschien dat wel een verschil is met Nederland. Men woont minder gereserveerd aan de straat, in de dorpsuitbreidingen. Het zijn blokkenbebouwing. Je woont ineens in een buurt. Je woont niet anoniem aan een lange straat. Het landschap is eigenlijk dichtbij. Ik vind in een dorp moet je in een kwartiertje omheen kunnen lopen. En ik vraag me af of dat in Goik kan. Ik heb niet er zijn veel paden, maar ik ben bang dat er veel dood loopt op die linten. Het lint zelf ziet er niet, de baan ziet er niet fijn uit. Het is een baan voor de auto. En ik denk, lopen hier geen mensen? Hebben ze geen hond? Gaan ze niet uit wandelen met hun kinderen? Gaan die kinderen niet op de fiets naar hun school? Dus waarom moet alles op de auto zijn ingericht? Dus dat is veel te doen. Op die baan kun je veel verbeteren. Ja, dat zijn misschien de belangrijkste dingen die mij opvielen.